Maakt niet uit als je al equipment bent. Het maakt niet uit wat mensen van je denken. Het maakt sowieso niet uit wat mensen van je denken. Hallo iedereen, Alexander hier van Collectors. Hè. En we zijn hier met een nieuwe productvideo. Het is dus productvideo deel 2. Met de heel wat nieuwe producten. Speciaal voor jullie nog extra in de kijker te zetten. Een beetje meer detail laten zien. Hè. We gaan beginnen met Pokémon. Er zijn weer wat nieuwe producten uitgekomen die al een tijdje uit waren, dus die zijn terug in stok. Dit is een Elite Trainer box van Lost Thunder van Pokémon. Met dan 8 booster packs van Lost Thunder, energiekaarten, sleeves, een boekje waar alle kaarten in staan, munten, noem maar op. Het is ideaal voor de starters of voor de mensen die hun Lost Thunder set nog willen compleet maken, is dit het ideale moment, want ik vrees ervoor dat ze niet snel meer gaan terugkomen. Dan heb je ook nog van Pokémon Shining Legends, pincollectie van Mewtwo. We zien hier een hele mooie, een hele gave pin van Mewtwo, die je dus overal kunt op pinnen. Met dan ook een hele mooie promo kaart en dan 3 pakjes van Shining, of 3 pakjes van Shining Legends. Dus ook een hele leuke set, Shining Legends, met allemaal Shiny Pokémon. Kaarten. Het is echt een hele toffe set. Dan heb ik nog de Shiny Tapu Koko GX box. Ook al een iets ouder product. Met de Tapu Koko GX promokaart. Ook een grote promokaart van Tapu Koko. Dat is natuurlijk nog van het Sun & Moon tijdperk. Hè, want hier ook nog allemaal booster packs van Sun & Moon. En zelfs eentje van X&A Steam Siege. Dus dat is een heel oud, is overdreven. Maar een redelijk oud pakje. Dus dat is wel denk ik ook wel leuk voor toch eens even goed voor een paar jaar terug te gaan en nog eens even wat leuke oudere booster packs te openen. Een hele leuke box set is dat eigenlijk. Dan een aantal bordspellen. Dat is natuurlijk altijd leuk om te spelen. Zowel binnen als buiten. Nu in het goede weer. Lekker in het zonnetje. Dit is van Harry Potter. De Match. De Crazy Cube Game. Match. Dat is eigenlijk een soort van 4 op een rij, maar dan eigenlijk dat je allemaal verschillende personages hebt van de Harry Potter wereld hier dan. En ze staan allemaal op een cube, dus op een blokje, en dan moet je er eigenlijk voor proberen te zorgen dat het personage dat jij hebt getrokken, dat je daar eigenlijk van dat personage 5 op een rij kunt maken. Heel leuk spel, leuk familiespel eigenlijk voor iedereen te spelen. Dat is echt wel een super fijn spel, heel simpel ook. Dus geen moeilijke spelregels en het is ook dus in het Nederlands. Dan ook terug in stok is deze Cluedo van Harry Potter. Dus het Harry Potter thema. Dus het spel dat iedereen wel kent natuurlijk, hè, Cluedo. Het onderzoeksspel. Dus wees de detectieve in u en los de raadsels op en bekijk wie de misdaad heeft gepleegd. Is het Voldemort of is het misschien toch iemand anders? Zoek het uit, zou ik zeggen. Ook echt een familiespel voor iedereen. Monopoly van Riverdale. Hè? De serie is gedaan. Maar Riverdale, of ja, het seizoen 4 is gedaan. Maar Riverdale blijft natuurlijk populair. Deze Monopoly waren out of stock, maar zijn dus nu ook weer terug binnengekomen. En zijn natuurlijk in het Engels, uiteraard. Want het is niet in het Nederlands te krijgen. En een heel tof spel. Laat trouwens ook eens even weten in de comments wat jullie vonden van seizoen 4. Is natuurlijk gedaan, seizoen 4. Is natuurlijk eerder afgelopen. Omdat door de coronavirus. Dus laat even weten wat jullie ervan vonden. Ik vond het niet super, het einde. Daar ga ik ook nog wel een video over maken. Maar laat even zeker weten wat jullie ervan vonden. Ik ben er wel benieuwd naar. En dan een andere populair serie waar het Monopoly van is. Ik ga het niet zingen, het liedje. Waarschijnlijk dat jullie nu denken van yes! Dat jullie al bang hadden. Dat is hier van Friends, Monopoly. Met allemaal eigenlijk heel bekende scènes. Belangrijke scènes in de serie. Die dan eigenlijk de normale straten zijn. Sorry, dat zijn hier dan nu de vakjes. En ook de typische pionnen voor wat voor elk het personage van Friends eigenlijk toch typeert. Heel mooi spel is het voor de Friends fans, voor de serie fans eigenlijk.
Dan is er nog van Marvel de Green Goblin, een van de bekendste tegenstanders van Spider-Man. Is hier met een mooie Diamond Select action figure van Green Goblin. En je ziet het al, hè. Het is dus met Spider-Man Peter Parker is gevangen genomen door de Green Goblin. Ja, en hij heeft snolle plannen, hoor, als je het ziet. Zij zit hier vast en Spider-Man probeert nog uit zijn koord te geraken, maar het lijkt toch niet te lukken. En eigenlijk is het ook weer een heel mooie statue bijna, voor niet zoveel geld. Ik vind dat ze echt heel mooie actionfigures maken voor eigenlijk niet zo heel veel geld. En hier zie je dan ook nog eigenlijk waar het op gebaseerd is. Eigenlijk ook altijd leuk om dat te weten natuurlijk, op welke comic het gebaseerd is. Dus een heel leuke actionfigure van de Green Goblin. Dan heb je hier nog van Squirrel Girl. Alexander, wie is dat nu weer? Ja, dat is ook een Marvel personage. En ja, je hoort het al natuurlijk. Squirrel Girl, ja, zij heeft dus krachten gelijk een eekhoorntje natuurlijk. Dus hier ook Squirrel Girl zie je met dan haar vestpadje. En een paar van haar vriendjes, hè, een paar eekhoorns erbij. En een heel aantal leuke accessoires. Dus een heel leuk action figure en ook eigenlijk een hele mooie, een hele nice box waar het in zit, de verpakking. Vind ik ook altijd wel heel leuk om het dan te bewaren. Het is een heel tof product. Dan Funko Pops natuurlijk. Blijft ook altijd leuk om te verzamelen. En hier heb je een van Darth Vader. In de Meditation Chamber. Dat is ook een heel... echt wel een nice product, nice Funko Pop, ook lekker groot. Zoals jullie zien, het is een grotere Funko Pop als normaal. En ook weer met heel veel details, dat je echt ziet dat zijn Darth Vader masker eraf gaat. Dat is echt een echt super product van Star Wars. Dan maar, er is nog grotere Funko Pops bestaan ook. Want hier is de D.O. Funko Pop van Star Wars, echt een super grote Funko Pop. Is het echt een supersized Funko Pop van natuurlijk de Star Wars films. Heb je dit robotje wel gezien? Vond het wel een best cute robotje. Dat is echt wel een heel leuke Funko Pop. Heel groot ook. Dus echt wel iets heel nice om te hebben. Andere Funko Pops hebben hier bijvoorbeeld van Archie Comics. Hebben we er hier van de Archie Andrews en Betty Cooper. En de vorige video zagen jullie al dat ik Jughead Jones en Veronica Lodge had laten zien. En hier zijn dan de twee andere vriendjes, Archie Andrews en Betty Cooper. Hele toffe Funko Pops. Heel mooi gebaseerd op hun de comics van Archie Comics. Dat is echt wel iets heel leuk wat Funko daarmee heeft. Dus, en dan zijn er nog heel wat andere Funko Pops van Harry Potter. Hier hebben we Ron Weasley met de befaamde scène waarin hij die slakken en met een toverstok die gebroken is, een spel wilt of een spreuk wilt uitvoeren. Dan het eigenlijk een tegenaards effect heeft, waardoor hij eigenlijk de spreuk op zich eigen doet. Hè. En dan eigenlijk slakken begint over te geven. Dus hier is die befaamde scène vormgegeven in een Funko Pop. Heel tof. En hier heb je dan Draco Malfoy met de spin op zijn gezicht. Echt, Funko is heel goed bezig hoor, met de Harry Potter Funko Pops. Dus heel tof allemaal. Dan hebben we hier ook nog Neville Longbottom, als ik het goed uitspreek. Ook met de Funko Pop. Met dan dat wezen, dat boek. Ik weet niet precies hoe het de naam ervan is. En even vergeten, maar ook een heel, echt wel heel goed de uitziende Funko Pop. Dat is echt wel nice. Dan heb je nog een andere grotere Funko Pop van Star Wars. Met Luke Skywalker with Tauntaun. Dus hier tijdens de klassieke Star Wars films is het, hè. Tijdens The Empire Strikes Back is het, hè. Want het is ook... voor de 40ste verjaardag ervan. En is natuurlijk met die sneeuwscène waarin Luke op dan een Tauntaun zit. Ja, echt Alexander? Ja, dus. Dus echt een toffe, ook weer een heel mooie, ook weer een iets grotere Funko Pop. Maar een heel leuke, dat zeker en vast wel.
Dan hebben we ook terug in stok is deze Link statue van First Four Figures. Hele goed gedetailleerde statue. Dus heel top is terug in stok bij Collectors. Dan ook terug in stok is deze Spyro. Dus dit draakje ook van First Four Figures. Met een hele mooie edelsteen hier. Kunnen jullie het zien hier? Is ook terug in stok bij Collectors. Dus was even weg, maar geen paniek. Want Collectors heeft er meteen een nieuwe besteld. En voilà, het is dus nu terug in stok. Dan hebben we hier nog van weer van Diamond Select Toys. Hebben we hier de Drone. Dat is eigenlijk een personage. Dat is eigenlijk gebaseerd op een comic serie van DC Comics. Ik ben heel even de naam kwijt. Maar ik zal het hier wel eens even een beeld brengen. Heel duistere comics eigenlijk. En dat is een van de personages die daar eigenlijk wordt geïntroduceerd. Ah, de story van de Dark Multiverse, inderdaad. Dus daarvan komt dit personage. En hier ook weer een heel mooie, met een heel mooie base, hè, zoals jullie zien. Dus echt geen NOS figure, maar gewoon een hele mooie base waar het personage op staat. En ook eigenlijk een actie uitvoert. Vind ik persoonlijk altijd wel wat fijner. Dus heel mooi. Heel nice. Dan hebben we nog een aantal wagens. De schaalmodellen van wagens van bekende films. Onder andere hier van Fast and the Furious. Deze is dan wel van Hobbs & Shaw ook nog. De Shaw's McLaren is het. Dus een schaal van 1 op... Ja, ik durf het niet meer per zekerheid te zeggen. Op welke voor schalen deze zijn? 1 op 24 geloof ik. Dat is heel mooi. De McLaren waar dan Shaw mee rondscheurt in de film. Dit is dan van de gewone Fast and the Furious films. Van Letty's Chevy Corvette. Dus, en je ziet ook dat je dat de motorkap kunt opendoen. Dus dat is ook nog extra chic. En de deur. Dus de twee deuren geloof ik kun je ook nog eens opendoen. Dus heel tof. Het staat ook heel tof gepresenteerd hier. En deze verpakking vind ik iets hoger. Om toch nog extra dimensie te geven. Hè. Echt super tof. Dit is dan Mia's Acura Integra wagen. Dus ook van de Fast and Furious serie. Ja goed, dus ik zou zeggen voor de Fast and Furious fans. Dat ze zeggen van oké, ik ben er echt fan van. Ik ben eigenlijk al een tijdje op zoek naar deze wagens. Bij Collectors vind je het. Dat is heel tof, met weer alle details eigenlijk die je op de wagen ziet in de film, zijn op deze schaalmodellen gemaakt. Hè. Dit is ook dan van Brian, hè. We weten het allemaal, het treurige nieuws zoveel jaar geleden is gebeurd. Dit is Brian's Ford. Dus goed voor nog even die herinnering te halen van de goede periode dat hij ons heeft gegeven. Dit is van Paul Walker ons heeft gegeven. Is misschien wel leuk om dit in huis te halen en in de vitrine te zetten. Hè. Dan ga ik even terug in de tijd. Of even naar de toekomst. Want hier gaan we back to the future. Met ook terug in stock by the way. Met de Time Machine. Hè, van Back to the Future Part 2 is deze. Dus heel, heel mooie wagen. Heel mooie collectible. Dan hebben we nog Batman Forever. Een verschrikkelijk slechte film, persoonlijk vind ik het. Echt slecht met The Riddler. Echt verschrikkelijk door Jim Carrey gedaan. Ik vond het echt niet goed. Dan natuurlijk nog Tom Lee Jones, die dan Two-Face speelde. Ik vond het echt geen goede film, zeker niet na de Batman en Batman Returns. Maar goed. De wagen, de Batmobile, is wel een klassieker en zal altijd een klassieker blijven. En daarom ook dat er hier weer een schaalmodel van is gemaakt met dan ook nog eens een figure van Batman. Dus dat ziet er wel eigenlijk wel zeer goed uit. Dus voor de Batman fans die hun collectie nog wat willen verder uitbreiden of die nog niet alle Batmobiles hebben. Dat is een zeer leuk hebben dingetje, dat zeker en vast. Nu we toch met Batman nog bezig zijn, is hier nog een Batman figure van Detective Comics 1000. Detective Comics is al een tijdje bezig, blijft ook bezig gaan, is al jaren aan de gang.
En hier is dan eigenlijk een figure op gebaseerd. Dus Batman als action figure. Met dan ook een aantal nog ergens zijn gadget. En zijn battering en noem maar op. En, hier heb je dan nog een foto eigenlijk nog waar het een beetje is op gebaseerd. Het is echt een super action figure. En als je denkt van ja, ik wil wel Batman vs Superman, ik vond het wel een goede film, ik wil het naspelen. Kan. Want hier is Superman. Dus hè, Batman en Superman, dus je kunt nu tegen elkaar laten strijden. Dus ook met hier is gebaseerd op Action Comics 1000. Dus ook al jaren aan de gang. En meer mee kun je dus nu de Batman vs Superman kan naspelen als je wil, hè, als je wil. Dan heb je hier ook nog een action figure, of eigenlijk een Grandista van Bad Presto van Mega Man. Dus een heel iets groter als je normaal bent van Bad Presto. En een heel mooie personage, Mega Man, een heel mooie figure. Niet veel over te zeggen, het is gewoon simpel, leuk figuur. Dus ja, dat is natuurlijk top, hè. Hier hebben we dan nog de dioramas, de D-Stage dioramas van Beast Kingdom. De vorige video waren er ook al een paar. Dit is dan een van Nightmare Before Christmas. Met dan een geweldige diorama. Waarbij het personages, de twee hoofdpersonages van in de film ziet. Met dan de Haunted House. En dan hier van voor heb je dan ook nog zo een hekje, zeg maar. En ook zelfs op de achterkant zijn ook wat details. Echt top diorama's, Mark Beast Kingdom. En nou, dit is ook weer één. Net zoals deze. Dat is ook een D-stage diorama van Iron Spider-Man. Dus je ziet ook dat hij hier eigenlijk het schild van Captain America eigenlijk vast heeft en eigenlijk zijn web op heeft afgevuurd. Dus ook hier is eigenlijk een heel leuke actievolle diorama. Dat is ook een top diorama van Beast Kingdom. Dan, als je denkt van oké, ik wil nog eens wel schaak, ik doe dat wel graag, maar ja, zo altijd zo die saaie schaakstukjes. Ja, ik wil gewoon iets anders. Ja, dat gaat. Want hier is van Lord of the Rings een schaakset, Battle for Middle-Earth. Dus je kiest dus een kant van ja, wil je bij de goeie zitten of wil je meer bij de slechterikken zijn. Kies je kant zoals je hier kunt zien. En dus de personages, de schaakpionnen zijn dan veranderd in personages van Lord of the Rings. En dan kun je beginnen te schaken. Dus een heel tof collectible voor de Lord of the Rings fans. En ook voor de schaakfans. Hè. Dat mogen we ook niet vergeten. Dit is ook weer een Black Series figure van Hasbro. Zoekers. Hadden we bij de collectors, is uitverkocht geweest. Maar is nu dus terug binnen. Dus een leuke action, of mooie action figure van Star Wars. Daarnet liet ik Mega Man zien van Bad Presto. Hier is ook nog eens Mulan van Bad Presto. Een Q-Posket figure. Een heel simpel, heel stijlvol figure, vind ik van Mulan. Om eventueel, omdat de Mulan de film uitstelt, misschien kan je dan hiermee een beetje opvrolijken. Of je kan je opvrolijken met deze rugzak van Mulan. Met het draakje Mushu. Die dan op een wolkje zit. En ja goed. En hier ook nog eens het kleinere. Ja, hoe noemt dat diertje ook alweer? Is dat springkaal? Ik weet het niet meer. Even vergeten. Dat is echt een heel mooie rugzak van Longfly. Super. Is het. Dan van Teenage Mutant Ninja Turtles. Hebben we ook nog figures. Dit is Shredder en Krang. Dus twee slechterikken. Die heel wat accessoires hebben. En die er echt wel heel goed uitzien. En hier dan hebben we ook nog Raphael en Foot Soldier. Met ook weer heel wat accessoires. En pizza natuurlijk. Hè. Dat mag er uiteraard niet ontbreken. Bij de Turtles. Dan hebben we nog alleen nog nu producten van Longfly. Dit is een portemonneetje van Harley Quinn, Birds of Prey. Met dan hier, ik zie het niet goed omdat het in plastic zit. Maar haar ogen die altijd kijken of je wel gedraagt. En ook nog zo'n leuk vloesje dingetje. Dat is heel leuk voor de Harley Quinn fans.
Dan hebben we nog van Birds of Prey, is dan deze paspoorthouder, of kaarthouder is eigenlijk meer. Ook van Harley Quinn, van Birds of Prey. Ook heel leuk. Simpel product, maar gewoon echt super om te hebben en om te gebruiken. Hè. Het is ook iets wat je gewoon echt kan gebruiken. Birds of Prey heeft hier nog een rugzak van Harley Quinn. Van, ook van Longfly uiteraard, met hier Harley Quinn duidelijk op staan. Het is doorzichtig, dat wel. Maar goed, dat maakt niet uit als je Harley Quinn bent. Het maakt niet uit wat mensen van je denken. Het maakt sowieso niet uit wat mensen van je denken. Dus gewoon lekker opdragen en gewoon totaal gewoon niet denken. Letten waar de mensen naar u kijken, zeg maar. Maakt niet uit. Nog één van Harley Quinn. Harley Quinn is populair natuurlijk. Dus dat weten de mensen bij Longfly ook. Dus hier ook nog een leuke een handtas. Zoals ik hem nu draag, zo kan je dus hem ook dragen. Met dan hier dan nog de mooie lintjes. Heel kleurrijk en vrolijk. Zoals ze natuurlijk onze favoriete Harley kennen. Dan gaan we van het vrolijke Harley Quinn. Gaan we nu naar Star Wars. Met hier de Death Star en een kleine X-Wing fighter. Dus super gemaakt. Heel simpel, maar echt heel nice gedaan. Heel leuke, heel prachtige rugzak van Star Wars. En hier is er dan nog Star Wars. Het is nog niet gedaan met de rugzak van Star Wars. Dat is ook een hele mooie rugzak van Star Wars. Ook weer heel simpel. Met hier dan zo de klap en dan ook een directe magneet of een kliksysteem. Dus heel mooi, heel nice om te dragen. En zelfs als je geen Star Wars bent, is het een hele mooie rugzak. Deze is ook een rugzak, ook van Star Wars. Heel klassiek, strak wit. Met dan hier nog zo'n metalen klep om zo open te doen. De flap omhoog, klep omhoog en gewoon je producten insteken, terug toe en gewoon doorgaan zoals het eigenlijk in Star Wars is. Gewoon niet te veel treuzelen, gewoon tijdens een gevecht gewoon doorgaan zoals deze rugzak. Als laatste product gaan we naar het vrolijke Neverland, naar de zeemerminnetjes van Peter Pan. En hier zie je ze op de rugzak, ook van Longfly. Zien we de befaamde scène, hè, met de zeemerminnen. En dan heb je nog, Peter Pan die ook komt eigenlijk binnen zweven van hello ladies, how are you doing? En dan de rest mooi blauw, dus een top rugzak weer van Longfly. Dat waren alle producten van deze levering, die grote bestelling. Dus dit was deel 2. En uiteraard hou collectors in de gaten, want elke week komen er nieuwe producten bij, nieuwe pre-orders. Dus houd het zeker in de gaten. Bedankt om te kijken en tot de volgende keer. Ciao!